Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. We zien een fraaie krul van bewolking rondom Nederland liggen, maar ook binnen dat gebied trekken enkele wolkenvelden over het land. We hebben dat vandaag gemerkt, maar de zon scheen ook behoorlijk. Daardoor kon het in het zuiden toch weer zo'n 20 tot 22 graden worden. In het noorden bleef de temperatuur na een mistige start toch wat achter. Vanavond is het opvallend zacht, 17 graden. Heel misschien valt er in Zeeland een bui, die kans is niet groot. Vannacht is het dan overal droog en wisselend bewolkt en dan daalt de temperatuur naar 7 tot 11 graden. Morgen overdag hebben we opnieuw een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Heel misschien ontstaat er weer een bui. De grootste kans heeft morgen in de namiddag en avond het zuidoosten. De wind draait naar het westen en die gaat in de nacht naar woensdag misschien mist aanvoeren. Daardoor kan de woensdagochtend wat grijs en mistig starten. Daarna lost dat weer op en gaat de zon opnieuw schijnen. En ook woensdag later op de dag weer lokaal een bui. Geldt ook voor donderdag. Vrijdag neemt de kans op buien toe en dan gaat de temperatuur ook iets naar beneden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.